mensen uit de agrarische sector, mensen uit het onderwijs, mensen uit het sociaal-cultureel werk. En natuurlijk onze eigen ambtelijke organisatie. Ja, wie eigenlijk niet? Het is namelijk nu van groot belang dat wij als Gelderlanders een positieve instelling laten zien. Want dat komt ons allemaal ten goede. Natuurlijk, zo hoor ik u denken, is er de monetaire crisis. Zijn er veel vraagtekens te plaatsen bij de sociaal-economische ontwikkeling in onze regio. En er zijn zorgen over wegtrekkende jongeren. Maar als we continu ons verhaal in zorgelijke sferen neerzetten, bevestigen we voortdurend het beeld dat mogelijk ontstaan is dat het regio Noord-Oost-Friesland wel allemaal kommer en kwel is. Terwijl dat niet zo is. Als ik met jongeren praat, wat ik toch veel verregeld doe, en dat is ook heel leuk om te doen, dan valt mij op dat er een optimisme heerst over de kansen die zij voor zichzelf zien.